Flevoland heeft inderdaad een beetje de meest vruchtbare bodem van Nederland en misschien wel van de wereld. Onder ook hele gunstige klimatologische omstandigheden voor voedselproductie. En de bodem is in de afgelopen decennia een beetje verwaarloosd. Een plant kan er niet doorheen wortelen. Het bodemleven raakt verdrukt. En daarmee raak je in feite alle kwaliteitsaspecten van de bodem. Dus als je een verdichte laag in de bodem hebt, ja, dat is niet zo goed voor de voedselproductie. Van Os en ik ben lector duurzaam bodembeheer bij Eres Hogeschool in Dronten. Eres Hogeschool is een landbouwhogeschool. Mijn hoofdtaak is dat ik onderzoeksprojecten in de school haal. Een van de belangrijkste onderwerpen waar wij onderzoek aan doen met onze studenten, dat is de bodemverdichting. Nou, bodemverdichting ontstaat als je met grote zware machines over het land rijdt. Als die machines te zwaar zijn, dan wordt de grond als het ware in elkaar gedrukt. Dus dan heeft het gewas een probleem. Veel boeren zijn zich er niet van bewust of ze bodemverdichting hebben en als ze het hebben, hoe erg het is. Het is een stukje bewustwording, maar ook hoe kom ik erachter? Hoe kan ik het meten? Hoe kan ik het voorkomen? Hoe kan ik het opheffen? En omdat het een ongestoord grondmonster is, zitten alle poriën en openingen die in de natuur, in de bodem er ook in zitten, zitten hier ook in. En wat we dan in het laboratorium kunnen doen, is bijvoorbeeld ook er water doorheen laten lopen. Om te kijken hoe makkelijk dat gaat. Als de omgeving verandert, denk aan de klimaatverandering. Denk aan het feit dat de maatschappij andere normen en waarden krijgt. Dan moet de boer zijn teeltsysteem op aan kunnen passen. En je moet weten welke informatie voor jouw situatie van toepassing is en welke niet. Een van de projecten over bodemverdichting is dat we hier een hele grote bak ondergronds hebben aangelegd. Het is dus zo, zeg maar, dat in deze slangen zit water. Dat water loopt door in deze buizen. En vanaf die buizen gaat het naar de kraantjes toe. En aan die kraantjes zitten dan de sensoren. En daar meten we dus dan de druk. En bij elk kruispunt gaan we dus een meting doen. En dan krijgen we dus eigenlijk een meting in een heel breed vlak. En niet alleen maar op één punt. Mijn doel is niet heel specifiek gericht op bodemverdichting, maar op een veel bredere palet van knelpunten en innovaties die nodig zijn voor de bodem. Maar het grotere, hogere doel is om de studenten, dat zijn in feite de ondernemers van de toekomst, om die te leren omgaan met een veranderende omgeving.